Welkom bij Podium Bollenstreek, een programma geheel in het teken van kunst en cultuur in de Bollestreek. Met gasten uit de wereld van theater en muziek, schrijvers en kunstenaars. Vandaag een bloemrijke uitzending met twee kunstenaars die dol zijn op bloemen en ze prachtig in beeld brengen. Jasmin Claire Tan heeft een mooie expositie, Sacré Fleur. En Nicoline Hermskerk fotografeert en uh, schildert graag de Bollenvelden. En de bloemen en de tulpen die in de vaas staan. En daar geeft ze ook les in. En we gaan kijken naar de reuzebol van de week. Maar we gaan eerst beginnen met Jasmine Claire-Tan. Aangeschoven voor de expositie Sacré Fleur. Welkom. Dank u. Fijn dat je er bent. Bij Sacré Fleur moest ik denken aan Sacré Coeur. Parijs. Yeah. Sacré-Cœur, het Heilige Hart, de, de, de kerk op de, op de heuvel. Mm -hmm. Dit is dus, het gaat over een heilige bloem. Ja, ja. dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Het is een, als ik het zo lees, een intimate encounter with a flower. Ja. Dus een intieme ontmoeting met een bloem. Ja, klopt. En het is lente, dus we willen niets liever dan dat, maar jij hebt er iets bijzonders van gemaakt. Jij hebt het gesensualiseerd, zeg ik het dan netjes? Ja, het ja, dat, ja, dat is voor ieders een beleving. Dus, uh, zullen, zullen we er eerst een laten ik zien? Denk, Want ik mensen denk, thuis ja, denken, waar ja, hebben ze het nee, al over? Iedereen mag erin zien wat ze willen zien. Dat, dat is eigenlijk het idee. Dus, dit was bij mijn expositie in uh, Amsterdam, ja. in de opening. Ja. Na dertien jaar werd het eindelijk geboren dus dat was heel spannend dat was vorig jaar ja. en uh, was in, uh, ja, daar in Amsterdam in hotel Arena was de grote uh, geboorte ja. ja hoe was dat voor jou ja, ja heel, heel bijzonder ja omdat het dertien jaar had geduurd was het wel uh, ja het, het voelde echt als een geboorte het mocht eindelijk het licht zien want ik had het helemaal voor mezelf gehouden dan heb je het over geboorte maar wat we hier zien ja. is ook het begin van een geboortekanaal zou je kunnen zou je zeggen? zeggen. Zou je kunnen zeggen. Ja. Je kunnen zeggen? Ja. 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 We brengen er eentje nog iets. Hier zien we jou, op bij ja. de opening. Ja. Nou, je zit hier ook, dus jou herkennen we. Hier wordt neem ik aan gezongen. Ja, ja. er wordt een heel mooi nummer gezongen. En een gospelkoor. Want een ik gospel. wilde dat het geboren zou worden, het project, ja. in een kerk. Dus ik heb ook nog best wel lang gezocht naar een mooie kerk waar ik zou kunnen exposeren. En de werken zijn groot, dus je kunt niet zomaar overal die werken groot aan de muur hangen. Ja. Uh, maar daar bij, het is een prachtige kapel. En daar hebben we gewoon een, een soort geboorteceremonie gedaan. Ja. En daar waren dus die prachtige dames en uh, die waren daar aan het zingen. Uh, Wat zongen ze? Uh, ja, een soort eigen interpretatie. Uh, uh, maar ze zongen ook een nummer, uh, A, Ro A Rose is Born Today. Oh. Maar ik wist eigenlijk niet wat ze Toe precies passende. gingen zingen. Maar het swingt waarschijnlijk. <laughs> het was wel. heel mooi, het ja, was echt ja. heel mooi. Ja. Ja. Hier staan ze te kijken, ja. wat ook bij jouw expositie van de werken. gaat werken. Ja, hier worden. kan je goed zien hoe groot het is. <coughs> ja, het dus is inderdaad. Het uh, Maar uh, het zijn echt bloemen. Het zijn allemaal bloemen, dit is een roos. Ja. Hier zien we ook, we gaan er zo nog wel even naar terug, maar hier wil ik naartoe. Dit is een tulip. Dat is een tulip. Ja, dat zie je zo. Dat zie je ja, zo. Ik, ja. Maar wat was het moment waarop bij jou de bloem een erotiserend object werd, of een intimate, een intiem object werd? Wat, wat was dat moment? Ja, het, het is eigenlijk ontstaan doordat ik, uh, ja, ik hou heel erg van bloemen en uh, ik heb ze vaak op mijn tafel staan en dan soms in losse vaasjes. En dan, uh, ja, dan, dan, uh, ik vind ze in een bos, dan zie je ze eigenlijk niet zo goed, hè? Dan is het heel mooi in een bos, maar als je ze één voor één, dan kan je ze veel beter zien en bewonderen. Ja. En, um, nou ja, naarmate de tijd dan, uh, na, na elke dag, nou ja, laat me zeggen, na een aantal dagen worden de blaadjes wat weker. Precies. gaat die meer open. Precies. Dan kan je meer naar binnen kijken. Ja. En ja, dan kan je ook, dan, dan onthult zo'n bloem ook. Uh, ja, zijn seksen eigenlijk. Hè? Ja, ja. En uh, ja, ik vond het heel mooi om, om, om da daar zo met de camera, dus ik ben, ben fotograaf, dus ik, uh, ik, ik ging dan foto's maken en ik kwam steeds dichterbij. En ja, dat dat, dat, dat is, dat, het werd dus ook steeds intiemer. En dus jij, op... hoe dichter je bij de bloem kwam, ja. hoe meer jij dacht, hé, hey, wat zie ik hier? Ja, ja, ik vond het heel spannend of zo, heel mooi. En, uh, ja, ik bewonderde dat echt. En toen, uh, ja, toen ben ik het gaan fotograferen. Maar ja, toen kwamen er allemaal ja, voor me uit. En op een gegeven moment kwam er dus echt wel ja, dat, dat, dat heilige, de vrouwelijke deel uit. Ja. En, en ja, dat, dat vond ik wel Ja, ik, vond het, ik had het helemaal niet bedacht. Zo. Je was niet op zoek. Nee, naar ik had het, het niet zo bedacht. Nee, nee, nee. nee, eigenlijk niet. En ik heb ook een hele serie met andere bloemen toen eerst gemaakt. En toen, ja, vanaf dat moment wilde ik wilde kijken of dat nog een keer zou lukken. En want het was een soort magisch. Want ik had het niet ja. helemaal zo. Nee, maar daarom bedacht. is het vraag naar dat moment. Omdat ja. het een magisch moment ja. moet zijn geweest. Ja. Dat je dacht, hé, hey, wat zie ja. ik nou? Ja. Ja. ja, en ja, en ik had ook zoiets van ja, om de, het, 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 ik vond het spannend om nog meer te produceren. Want ik dacht ja, volgende keer lukt het misschien helemaal niet. Uh, want... Niet elke bloem laat zich zo zien. Nee, en, en je, ja, je wil eigenlijk ook een beetje andere dingen doen. En... Dus ik liet het ook. Ja, en het is een beetje spiritueel gezien dan, maar. Uh, dat het een beetje van bovenaf kwam. Dat, 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 dat het jou dat, vond? Ja, een soort goddelijk. En dat ik het gewoon... Ja, ging, ja, dat ik gewoon aan het fotograferen was. En dacht van, nou, ik, laat maar zien wat er komt. Ja, ja, ja. En, uh, ja, en dat is bij niet alle bloemen geweest. Want ja, bij, bij de tulp is het, was het dan wel iets meer... wel een beetje bedacht, maar... Ja, dan toch komt er weer wat anders uit. Want ja, dan denk ik, ja, moet die foto niet scherp zijn? En moet dat allemaal niet? Maar ja, de, ik wilde toch dat ze allemaal iets soort van magisch hadden. En ja, heilig. En heilig. heilig, ja. En, en, en ja, dat, 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 ja, dus, de, dus ja, ik heb de, eigenlijk de selectie daarop ook gemaakt. Maar moet je ja. zo'n foto dan, want je komt heel dichtbij in de tulp. Ja. Moet je dan zo'n foto nog heel erg bewerken? Tot het woord nee, met ik licht. heb het niet bewerkt. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik wilde toch zoveel mogelijk ja. Ik heb soms wel wat uitgesnoeid te snijden, of uh, uh, maar, maar ja, of dat er aarde op zit. Maar ja, soms mm -hmm. vond ik dat ook wel weer mooi. Eén bloem had bijvoorbeeld ook uh, een soort fratjes op. <laughs> nou, jij ja. dacht ik, laat ik dat zitten of niet, <laughs> hè? Want maar ja, ja, wat het ook voor mij betekent, dan komen we misschien later op dat ja, dat is. Ja, dus dat was een beetje... Maar eigenlijk heb ik ze niet bewerkt, nee. Ook niet de vratjes, gewoon gelaten? Nou, die zijn uiteindelijk uh, zijn, zijn die wel weggegaan bij die ene. ja omdat dat voel je een het... beetje... Nou, ja, omdat het meer rust gaf. Maar het was bijna een soort gouden stippeltjes was, was dat, zat er toen oh, op. Nou ja, natuurlijk. gouden stippeltjes. Dat is maar het mooi. was een... Volgens mij was het een... Uh, ik had het aan de tulpenboer gevraagd. Volgens mij was het een soort schimmel of zo. Dus ja, die het... zit er ja. ook wel eens op. <laughs> Ja, ik. ik ja, dus, maar het, was, het leek net goud. Dus ik vond het heel mooi. Maar de Tulp uh, ja, had, iets, had iets dat jaar, ik weet niet precies meer. Zoiets. Denk je dat in je. We <coughs> zijn wat verkouden allebei, dus uh, excuus vast voor het hoesten en, en zo. Maar denk je dat dat in het proces van voortgang wel een keer zou kunnen? Ja, zeker. Zeker. Want ik wil het eigenlijk zoveel mogelijk gewoon laten. Zoals ja. de natuur. De, zoals ja, de natuur. Dus, dus dat zou nog kunnen gaan ontwikkelen. Ja, ja. En, ik, en ik kan misschien stop ik hem zo meteen wel in mijn beide in mijn portfolio. Als mensen geïnteresseerd zijn, kan ik altijd nog met en zonder. <laughs> ja. Nou ja, het mooie is natuurlijk dat het enerzijds het is perfect is, maar het is mooi van imperfectie ook hè. Ja, dat is het bijzondere van bloemen. Ze zijn ja. mooi, we houden van ze, maar we weten ook, ze vallen uit, ze vallen om. Er zit wat aan. En dat is natuurlijk wel mooi, want elke vrouw is ook uniek. Ja, ja dat, dat is eigenlijk. Want ik, ik, ik zei in het begin van mijn project, of begin, heel lang heb ik dat volgehouden. Ja. Van ja, ik wil niet vertellen wat mensen moeten zien in mijn werk. Ik, ik, ik wil eigenlijk dat ze gewoon gepakt worden door mijn werk en denken: van nou, dat vind ik mooi en dat wil ik misschien wel hebben. Of, maar ik wil niet dat, uh, dat ik moet gaan uitleggen wat ze zien. Maar omdat dat toch als kunstenaar Verwacht wordt dat je een verhaal hebt, ja. ben ik daar toch eens voor gaan zitten. En toen dacht ik, ja, wat, wat betekent het voor mij? En daar, daaruit kwam wel de, de uniekheid, want ik had ze allemaal. Precies. Uniek, dat ja, is het Ja, ik woord. had ze allemaal ja. na, naast elkaar zag ik ze. En toen zag ik, ja, toen dacht ik, kijk, ja, ik vind ze allemaal mooi, laat maar zeggen. Maar ja. ze zijn allemaal uniek en, en daarom, verschillend. En, verschillend. en, en, en da daarom vind ik ze ook zo mooi. Precies. En ze hebben allemaal verschillende kleuren en. Ja, ik, ik kan niet zeggen van die, die is niet mooi. En die wel. Dus ze dus zijn. En, en dat dacht ik, ja, wat. En iemand vroeg heel goed aan mij toen in mijn proces dat ik ermee bezig was van. Ja, maar wat heeft dat project nou met jou te maken? He, we, ja? En toen dacht ik van ja, ik ben ook een vrouw en ik, ik, ja? ik worstel ook met uh, die uniekheid. Want je ziet nu ja, uh, natuurlijk op social media en overal. Iedereen wil er hetzelfde uitzien. Ja, want de, de, de wenkbrauwen bijvoorbeeld. Ja? Je hebt een bepaalde shape. Nou ja, die kan je bijna als een malletje. De, en dan kan je, kan je ja. dat tatoeëren of ja, met make-up. Maar iedereen heeft dezelfde vorm wenkbrauwen. Iedereen heeft dezelfde. Nou, iedereen wil nu een dikkere lippen. <laughs> hè? En, uh, dat is de, wanne, wanne. Dus ook mode. Ja, dat kan ja, met, ja, maar het is ook een soort modebeeld natuurlijk. Die wenkbrauwen en die lippen. Ik denk dat dat ook weer kan gaan veranderen. Ja. Uh, want vroeger waren die dunne wenkbrauwen natuurlijk. Maar, ja, maar gewoon dat iedereen hetzelfde eruit wil zien, dat, is, dat vind ik gewoon. Uh, toen dacht ik van ja, maar dat, is, dat vind ik he helemaal niet. Ik, ik wil juist eigenlijk. Mensen zijn eigenlijk mooi omdat ze uniek zijn. En, en als iedereen het. Dus stel dat alle vrouwen dit zouden doen dan is, ziet iedereen er een Zet, beetje hetzelfde uit. uit is toch helemaal niet leuk nou wat dat, dat is leuk dat je dat zegt want Keukenhof is geopend hè ja. en dan vroeger waren het allemaal van die daar was rood daar was blauw daar was hè en ze, ja. blauw dan niet maar, maar ja blauw uh, huie zinten. Ja. maar je merkt nu dat ze ook daar al die tulpen en alles door elkaar qua kleur nu tegenwoordig zetten ja, niet ja, meer ja, ja, kleur ja. bij kleur ja, ja. maar alle kleuren door elkaar dus dat ja. is wat je eigenlijk ook wil dan. ja ja en 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 uh -huh. ik ik bedoel ik zeg ik en ook de plastische chirurgie hè de, uh, ja, de, 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 Dat vrouwen dezelfde dus borsten hebben, billen, uh, designerpoesie. <laughs> dat, dat heb je allemaal. En dit laten wegknippen. Ja, ja dat, jonge meiden ja, al in ja, Californië ja. laten het helemaal. Uh... Ja, en het is alsof ze voor een boodschap gaan uh, soms in sommige landen. En hebben we het nog niet eens over de vrouwenbesnijdenissen, waarbij ook alles wordt weggehaald? Ja. Dat ja. is toch, dat is dan ja. verminking, hè, ja. zeggen ze. Maar dat schoonheidsideaal, ik wil niet zeggen van ja, oh, ik ben zo tegen. Maar ik, ik, het is gewoon een worsteling die ik zelf ook heb. Weet je, wel, oh ga ik mijn wenkbrauwen laten doen? Wil ik ook uh, vollere lippen? Wil ik ook. Weet je, het is, het is ook niet zo, niet zo dat ik denk van, dat ik er ongevoelig voor ben. Het is gewoon ook een uh, worsteling. Hè? En. Uh, ik denk dat dat bij veel vrouwen wel uh, speelt. Ja. En, uh, nou ja, de, de maakbare wereld, hè? Ja. de maakbare mens. Ja, ja. Blijf jij wie je bent? Sommigen herken je niet meer als ze zijn verbouwd. Nee, dat zijn hele andere mensen geworden. Ja. Ja, ja, ja. Nou, het is wel, ja. wel mooi dat je daar eerlijk over ja. durft te zijn: dat ja. je daar toch uh, mee worstelt of gevoelig voor bent. Ja, of tuurlijk, daarover ik, nadenkt. Ik, daar ik, ik, ja, ik zou het liefst dat, uh, zeggen: ik ga dat nooit van mijn leven doen. Maar ja, dan denk ik van ja, misschien dat, dat ik ook wel een keer denk van nou uh, en nu <laughs> wil ik dat en dat. Uh, uh, Zullen gaan we, kopen. Terug? we gaan terug, We gaan terug naar je, naar je fantastische bloemen. Ja. Wat is dit voor een bloem? Le leent trouwens de ene bloem zich meer voor het uh, heilige gedeelte ja. dan de andere bloem? Nou, nee, nou, dat denk ik niet. Nee. Nou ja, ik gebruik wel heel veel rozen en uh, dit is ook een roos. Ja. En. Tulpen gebruik ik veel. Maar ja, dat komt ook omdat ik half in Noordwijk woon natuurlijk. <laughs> Dol op tulpen. Maar nee, van allerlei... Er uh, zitten ja. geen hierzinten tussen. Die zien er heel anders uit. Hierzint heb ik nog niet, nee. Maar ik heb wel andere bloemen ook. Waarvan ik... Ik heb ook een mannelijke variant uh, wil, willen maken. Een ja. serie. En ja. Toen heb ik... Ik weet niet of die ertussen zit, maar toen... Nou, ja. Nou, had ik dus iets uh, gefotografeerd en toen sneed ik dat open, want de bloemist zei: Ja, als je het open snijdt, komen er allemaal zaadjes uit. En toen dacht ik dacht, Nou, interessant. Dus ja. ik heb dat gaan fotograferen. Ja. En toen werd het toch weer een En dat, dus dat ja, dat, 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 dus het, het, het ik, ja, het verbaast me soms ook wat er uitkomt Daarom, het is zo, nou ja, Je uh, hebt, leerden we op school met de bloemen en de bijen, de stamper. Ja. Hè? En de, toch? Ja. De stamperende? Nou, ik weet het niet meer. Maar in, ja, in de bloem ja, zitten ja, Die maildraal zit, maildraal stamper. Maildraal, en, stampertje ja, ja. Zitten geslachtsdelen ja. in een bloem. Ja. En zes, Anders zes, zes. kunnen ze niet bestoven worden door de bij. Ja, ja mannelijk en vrouwelijk en tweeslachtig heb ik uh, ja, geleerd. Ja. Oh ja, ja. Ja. <laughs> ja, ook een roos. Ook een roos. Wat zijn de reacties van de mensen die, we zagen ze net, staan te kijken naar dit schilderij? Wat, wat zijn, uh, hoor je die wel eens? Wat vinden mensen ervan? Um, nou, je hebt ook. Ja, Zie je ze gelijk die vulva. Nou ja, ik had er eerst één in mijn huis hangen, en toen uh, waren er dus mensen die het niet zagen. En er zijn er nu nog steeds mensen die het niet zien. Uh, die zien het dus gewoon iets moois in, Abstracte bloemen, abstractie zien ze. Oké. Okay. Dus er zijn nog steeds mensen die dat niet meteen zien. En dat, uh, ja, dat kan. Ja. En, en somm voor sommige mensen zeg je... ja, vrouwelijke energie en ik voel dit erbij en dat. En ja, uh, Ligt dat dus uh, aan de kijker... of je gelijk een vrouwelijk geslachtsdeel erin ziet, denk je? Ja, ja ik... Ja, ik, ik dat wat meer ik, 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 sensueel Ik, ik ken het al, hè? maar... Ik, ja, ik ken het al, maar ik... Uh, ja. ja, nee, ik denk, dat, ik denk dat de meeste mensen dat wel zien. Maar het doet natuurlijk voor iedereen ja, wat anders. Het blijft een intieme ontmoeting en ja. hoe je die invult, moet je lekker zelf Ja, eten. ja voor iedereen heeft ja. Je, voelt het anders natuurlijk. Ja, en en dat... ja, sommige mensen zijn er lacherig over natuurlijk. En sommige mensen ja, voelen, voelen er wat bij. Ja, het, ja, iedereen heeft een andere reactie, ja. En hecht jij aan die reactie? Nee, Heb je nee, als een reactie dat... gehoord van je dacht, nou, dit is wel heel.? Oh erg. ja, nee, ja. Sommige mensen zeggen flowerporn. Ja. ja, je mag het zo noemen als je dat wil. Ja, maar nou, voor dat mij. vind ik een beetje bijna weinig. Ja. maar goed. Ja, is... maar goed. Weet je, sommige mensen. hadden die het een biertje en, uh, op of zo? Nee, of, uh... maar je mag alles zeggen. Maar uh, voor mij is het iets heiligs. En ook hoe het is ontstaan. Weet je wel, dat, dat ik er dat ik het zelf niet helemaal in de hand had, dat het een soort van ja, inspiratie van boven, ja. geluk, wat ja. je van aan wil maken. Ja, het voelde. Ja, voor mij is dit. Ik heb natuurlijk heel veel foto's gemaakt en als fotograaf en ook wel kunstprojecten en iets wat dan zo magisch ontstaat, zo zo. De, de, ja, wat je niet had bedacht en dat er dan iets ontstaat. Ontstaat. dat, vind ik, ja, dat het voelt ontstaan. voor mij altijd. Uh, ja, dat, dat, dat voelt voor mij als kunst. ja, ja. 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 Dat het uit een iets komt uit iets hogers ja, komt of uit ja, iets onzichtbaars door mij uh, door je heen gaat ja ja. ja ja hecht jij dan zelf wel aan het resultaat heel erg zoals deze prachtige blauwe tulp zwarte tulp zwarte tulp ja, maar heeft het een blauw belicht. blauw, blauw licht uh, tulp. ja ja die die, die dat is, die heeft natuurlijk een beetje obesitie blauw het schitterend werkelijk ja. mooi belicht ook ja. dus het maakt jou eigenlijk niet uit iedereen mag erin zien wat hij wil zien ja, maar ik denk dat de meeste mensen wel zien wat wij zien. Maar voor iedereen heeft het natuurlijk andere Zien vrouwen beleving. het anders dan mannen? De, een man zal hebben gezegd de porn, maar... Uh, nee, nee. Of is dat de nee, vrouw? Nee, ook vrouwen. Ook vrouwen? Ja, ja. Maar, oh, dan ben ik weer heel erg bevooroordeeld. Sorry, excuus. Ja, nou, nee, ja. Maar ik, zag het, ik zag je namelijk langskomen op uh, de social media. Nee. En ik zag er gelijk... Uh, ja. En ik ja. dacht: Oh, dit is een bloem, maar het ja. is ook wat meer. Ja, ja. Ja, ik denk ook. wel. Heeft het te maken ook met ver je zien. ervan afstaat, misschien? En hoe, hoe dichtbij? Of niet? Ja, nou ja, ik denk dat iedereen gewoon anders kijkt. En, uh, en dat mag. En dat mag. En, uh, maar ik, ik vind ik, ik, ik zou het liefst dus niet van tevoren dat hele verhaal vertellen en dat mensen dan de foto's zien. Ik heb liever dat mensen Eerst allemaal hun eigen ervaring hebben. En dan. En dan uh, maar ja, dit is. Uh, er is ook niet heel veel verhaal nodig, denk ik. Uh, je moet gewoon lekker gaan kijken ja, naar de expositie van ja, jou. Ja, ja. <laughs> Hebben we er nog één? Ja. Nou. Dat was de eerste. Dit was de eerste? Dit was de eerste. Veertien jaar geleden was dat, ja. En ja. Dit, dit is een? Dit is een roos. Dit is een roos. Ja. Ben je uh, vanaf in al die jaren anders gaan kijken naar bloemen? Ga je nu echt... Uh... Oeh, dat is een goeie. Of uh, deze zou wel kunnen. Ja, ja, ik ben er vaak wel mee bezig, ja. ja. Ja? Ja. Maar ik vind het nog steeds spannend om nieuw werk te maken. Of dat nou gaat... Want ik weet nooit of het, Ja, je weet nooit of het lukt en wat eruit komt. En dus ja, wat je zegt hang je aan het eindresultaat. Uh -huh. ja, ja, dat vind ik wel spannend. Of dat... Of, of het dan gebeurt weer hè? omdat het Wat? door je heen gebeurt, weet je je kunt het niet nee en bij sommige bloemen wel, maar dan, dan, dan lukt het niet bijvoorbeeld. Dan denk ik van nou, als ik die bloem zo neerleg, of ja, ja, ja. zo maar of dan is het er voor de hand liggend, ja. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel foto's van bloemen gemaakt en ook Zeker. in de kunst en geschilderd, maar het moet ook weer in, in die serie passen. En ik wil dat het dus ja, dat. Iets speciaals heeft en als ik het soms als ik het bedenk, dan is het minder uh... ja, maar soms is het gewoon esthetisch heel mooi. Ik Bedoel, ja, ik, ik, ik wil ook wel verkoopbare kunst maken dat mensen denken: Oh, dat zou ik wel in mijn huis willen of in mijn kantoor of in mijn ja, ja, dat vind ik leuk. En als het gezien wordt, uh... bewonderd wordt. Ja, maar ja. als ik je zo hoor, is het ook wil je ook verrassen. Wil je verrassen? Wil mensen lokken? Net als de bloemen de bijen lokken. Ja. Met hun geuren en kleuren wil ja. jij dat ook met je kunst? Dat ja. hoor ik er doorheen. Ja. ja, en ik denk wel dat, dat mensen het moeten durven. Hè? Uh, ja, Ze durven wel naar mijn expositie te komen, maar mensen die het kopen, ja, die moeten toch wel een beetje durven, denk ik. Zou jij het durven? Ja. ik wel. Ah, ja, ja ik durf dat wel ja, ja ik durf dat wel <laughs> ken jij niet zo goed natuurlijk nee. maar dit is dus wat mensen kunnen gaan zien de komende tijd in ja. Noordwijk ja want hier wordt ook op het Lindenplein op het Lindenplein ik wilde je net vragen ja Meridiani zo heet het Meridiani, ja. vertel iets meer over de expositie. Waar vindt u plaats op het Lindeplein? In het ABN, oude ABN ja. Amro kantoor, ja. nummer ja. 6. Ja. En er wordt een hele mooie Italiaanse design verkocht. En ja, ik, ik, ik vind het een hele mooie samenwerking om kunst en design... Uh, samen te laten zien. En, uh, en ook ja. het, het, het grote hè, maakt het ook, ja. uh, doet iets. Hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ik, ik had dat altijd al zo in mijn hoofd, want ik wil dat het groot is. En daarom heeft het ook dertien jaar toen geduurd, voordat, het, uh, voordat ik de expositie kon doen. Want het, ja, ik wilde en museumglas en hele mooie lijsten. En ik wilde er, ja, ik dacht ik wilde er tien, maar ja, ik heb er uiteindelijk veertien laten maken, maar dat... inlijsten, hè? dus dat... ja, dat kost ook wat, dus dat moest... dat, ja, dat duurde ook even, maar ja, ik ben heel blij... dat ik heb gewacht, want andere mensen zeiden van... ja, maar je moet klein beginnen. Waarom begin je niet klein? Ik zeg, nee. Groot. Het moet groot. Ik zie het al, altijd... groot voor me. Dus, je ja, het groot voor je? Maar, vanaf ja. wanneer is dit te zien? Vanaf... Uh, zaterdag 23... maart. Uh, zaterdag 23 maart, de hele dag? Nou ja, zeg maar. Uh, je kunt gewoon binnenlopen. Ga maar gewoon uh, kijken. Tot dus 29 ik... april kan je gewoon binnenlopen. Maar het is uh, alleen open van dinsdag tot, tot, en, met nou, ja. okay. ja. tot en met zaterdag. is het open. Oké, dinsdag tot en met zaterdag. En op afspraak, mensen kunnen Tuurig. mij ook benaderen. Dat, als, uh, dat vind ik ook leuk om, uh, om het te laten zien. En dan, en dan kom ik gewoon uh, daarheen. Komt erover. Vertellen? Ik zit er vaak op zaterdag ook, zaterdagmiddag. Zet ik er ook. Maar als mensen ja, graag mij willen zien met het werk, dan uh, kunnen ze mij ook. Uh, Spraakmakende willen. kunst in elk ja. geval. Ja, leuk. Ik heb ervan genoten. Ik ga er nog wel een keer in het echt van genieten. Dank je wel voor nu. Ja, en veel succes ja. met je verdere mooie schilderijen. Of ja. het zijn foto's, hè? Dan. Ja. 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 Oké, okay, dank je wel.